Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Lightburn in Depth, tips en tricks. Binnenkort ga ik een video maken over het gebruik van nodes. Nodes is eigenlijk datgene waaruit een lijntje is opgebouwd. Bijvoorbeeld zo'n poppetje hier, zoals dat poppetje van de carnavalsvereniging waar ik lid van ben, is opgebouwd uit een lijn. En die lijn is opgebouwd met stipjes die door rechte lijntjes aan elkaar zijn getrokken, waardoor uiteindelijk de afbeelding ontstaat. En die stipjes, dat noemen ze nodes. Die nodes kun je bewerken en dat ga ik in een volgende video laten zien. Maar ik ga je gelijk even laten zien hoe sommige problemen op een nog makkelijkere manier zijn op te lossen. Want met die nodes kan ik problemen oplossen in mijn object. En dat zou bijvoorbeeld kunnen in dit object. Wat is er namelijk aan de hand? Ik heb hier deze twee objecten, dus het blauwe en het zwarte, zijn allebei vullijnen. Maar wat gebeurt er nu als ik op de preview kijk? En dit gebeurt ook als ik de laser aanzet. Wat namelijk is er aan de hand? Ik krijg een foutmelding. Twee vormen zijn ingesteld om te vullen, maar zijn niet afgesloten. Deze zijn verwijderd omdat ze problemen veroorzaken. Doorgaan. Nee, liever niet, want als ze doorgaan, dan zijn die dingen weg. Ik weet niet wat het is. Dus met andere woorden, ik wil die foutmelding niet meer hebben. Nou, laten we eens gaan inzoomen op het object. Dat doe ik even met de plusknop. En dan zien we eigenlijk ook precies wat er eigenlijk aan de hand is. We zien namelijk hier een gat in de lijn zitten. We zien daar een gat in de lijn zitten. We zien er hierin zitten. Hier zit het ook niet zo geweldig. Ja. En hier zit die ook open, zeg maar. En dit zijn die gaten. En hoe ontstaan die gaten? Die gaten ontstaan als jij een object, in dit geval een afbeelding, downloadt. En je gaat die traceren. En die traceeractie is niet helemaal 100% zuiver geweest. Of je krijgt hem gewoon niet 100% zuiver. Nou, dit zou je dus kunnen oplossen met nodes. Alleen, ik vind dat in dit geval veel te lastig. Er is een veel makkelijkere oplossing. En voor die oplossing gaan we steeds wel even inzoomen op het probleem. Dus we pakken eerst even diegene die hier bovenaan zit bij de slip van de jas van het poppetje. Dus we gaan dat even naar het midden brengen. En we gaan daar heel diep op inzoomen. Zo. De makkelijkste oplossing is simpelweg een rondje of een vierkantje pakken. En nu tekenen we een ovaal die in principe over beide objecten heen gaat. Hij zit trouwens op de zwarte lijn, dat willen we niet. We willen hem op de blauwe hebben. Dus ik doe hem even blauw maken. Je zult zeggen, hij zit er nog niet aan vast. Dat klopt. Als ik ze namelijk nu allebei... Oh, wacht even, dit was niet de bedoeling. Als ik ze allebei selecteer, dus ik pak mijn selectieknop en ik selecteer ze allebei. Ja. Ctrl ingedrukt houden, deze ook. En ik doe nu samenvoegen. Dan zien we dat die hierboven samengevoegd is, hieronder nog niet. Dus ik moet ook die onderste even selecteren. En ik ga weer samenvoegen. En voilà, deze lijn is nu gedicht. Datzelfde ga ik doen voor die andere lijnen. Dus ik ga hetzelfde grapje tellen. Dus je kunt inderdaad wel met nodes aan de gang gaan. Maar heel soms kan dit ook wel eens heel handig zijn. Nou, in dit geval trekken we even een rechte, een vrij grote... ovaal. En die ovaal die gaan we even een heel klein beetje draaien, zodat die zeg maar wat makkelijker op ons object past. En dat kunnen we gewoon hier met dit pijltje doen. Huppakee. Vervolgens slepen we hem even naar het mooie, naar het midden van die lijn. En we zeggen weer, we selecteren de hele zaak. We pakken dus met het pijltje, we pakken alles. En we zeggen, we voegen het samen. En voilà, ook dit gaatje is gevuld. Dit doen we voor al die onderdeeltjes. Ik zal het even afmaken, zodat je zult zien dat die melding overdwijnt. Ik zal deze twee ook doen, want dit is natuurlijk ook niet goed met dat hele dunne lijntje. Je kunt het ook met een rechthoekje doen natuurlijk. We pakken een heel klein rechthoekje in feite. Misschien moet die zelfs nog wel iets kleiner. Zo. Even kijken. En we gaan hem een beetje draaien. Misschien ook iets omhoog zetten. Oh, dat is wel heel ver omhoog. Dat was niet de bedoeling natuurlijk. Zo. En ik doe vervolgens weer hetzelfde. Ik selecteer van linksonder naar rechtsboven, zodat ik het hele gebeuren hier te pakken heb. En ik voeg het samen met de samenvoegknop hier aan de linkerzijde. Weld
All Selected Shapes Together. Eigenlijk moet het in het Nederlands natuurlijk zijn, las alle delen aan elkaar. En voilà, ook deze zit nu vast. Ook bij deze twee ga ik dat doen. Ik pak nu weer de ovaal. Gewoon simpelweg omdat je kunt kiezen voor de ovaal of voor de andere vorm. Gaan we weer eventjes draaien een beetje. Oh, dit was toevallig ook een ovaal. Dat is heel toevallig. En je zult zeggen van ja, maar het ziet er toch niet hetzelfde uit als dat die lijn eruit ziet. Dus je moet niet vergeten dat we heel erg diep zijn ingezoomd. En als je heel erg diep bent ingezoomd, dan als je gaat uitzoomen, dan zie je dat helemaal niet meer, dat verschil. Ja? Dus ook deze wordt samengevoegd. Je kunt het zien omdat die kleine witte deeltjes eruit weg zijn. Let maar eens op, ik zal het nog een keer laten zien. Ik ga eventjes ook hier weer een ovaaltje tekenen. Zo, even selecteren. Oh, dat was weer heel ver, hè? Misschien moet ik dat gewoon even met de muis doen. Zo, eventjes draaien. Even omhoog plaatsen. Je ziet hier die twee witte delen, zeg maar. Dat geeft eigenlijk aan dat ze nog niet samengevoegd zijn. Ik selecteer ze helemaal en ik zeg los aan elkaar en je ziet dat die lijn weg is. Rest ons nog eentje, dat is onder bij de schoen van het poppetje, dat is deze hier. Nou, en dat kunnen we dus ook weer met een ovaaltje doen. Smal ovaaltje, zo. Weer even selecteren. Even verschuiven. En eigenlijk is dit al voldoende wat ik hier nu gedaan heb. Ik selecteer hem van linksonder naar rechtsboven. Of van rechtsonder naar linksboven, niet liegen, sorry. En ik zeg, ik voeg jullie samen. En als we nu gaan uitzoomen, zullen we zien dat hij, als het goed is, die foutmelding niet meer gaat geven. Dus als ik nu dit hele object, even doen, zo, verder uitzoomen. En ik wil daar een preview van maken. Voilà, dan zijn we zeg maar de probleemmeldingen kwijt, want we hebben in feite nu alle lijnen gevuld. Dus wat ik hiermee wilde laten zien is, en dat zul je de volgende keer, een volgende keer, niet zo lang gaat dat duren, maar dan gaan we een video maken over het werken met nodes. Dat is een manier om het op te lossen. Maar zoals in dit geval, als die lijn dik is en niet helemaal recht is, en het is een beetje een rare lijn, dan kan je dat dus ook gewoon doen door vormpjes te tekenen en die vormpjes samen te voegen met de originele lijn. En op die manier kan je dan de afbeelding ook aan elkaar koppelen. Nou, dit was de tip van vandaag. Ik heb nog een kleine aanvullende tip. Als je met een laser gaat werken, dan heb je de mogelijkheid om zeg maar in het veldlaser de kaderknop in te drukken en je shift-toets ingedrukt te houden. En dan trekt hij het vierkantje van je toolpad. Ja? Zodat jij precies kan zien waar de laser gaat werken. Maar vaak gaat dit te snel. Dit kun je aanpassen door in het tabblad verplaatsen die snelheidswaarde hier waar 6000 staat bijvoorbeeld te veranderen naar, nou zeg hem 3000. Of voor mij wordt nog lager. En als je dat dus doet, dan zul je merken dat zeg maar het vierkantje wat getrokken wordt met het lichtje aan, ja, dat gaat uiteindelijk dan veel langzamer, zodat je ook veel gemakkelijker kunt herkennen of jij je object goed hebt uitgericht. Dit was een extra tipje wat ik heb gegeven. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wens je een hele fijne avond. Tot de volgende keer. Dag.